hartelijk welkom. Vandaag een beetje een hoogdag voor Basel, voor Kruijming. Dank aan onze werking. Prachtig. Vrienden, het is voor mij een bijzonder genoegen, niet alleen omdat vandaag de dag van de vuur getogen is, maar in dat prachtig park, de dag van de tuin, de dag van het park, aanwezig te komen zijn in het kasteel van Basel-Kruijbeken. Nu, de betekenis van de avontuur van Wiskerke beperkt zich niet alleen tot de lokale geschiedenis, ze getuigt van de industriële revolutie die in Engeland begon, maar onmiddellijk naar Vlaanderen overwaaide. Ik ben er fier op dat het provinciebestuur ook een klein steentje heeft mogen bijdragen. Een van de eerste toeristische gidsen, als je het zo mag noemen, een van de eerste naslagwerken dat monumenten in onze streek vlak voor de Belgische onafhankelijkheid beschrijft, toen nog in het Frans, als choix de monument, édifice et maison les plus remarquables du royaume des Pays-Bas in 1827. Het is in feite een soort van toeristische gids die aan de potentiële bezoeker van de Nederlanden vertelt wat je moet gezien hebben om het allerbeste op het vlak van monumenten te bezoeken. En tussen die kathedralen staat een kleine paragraaf over Le Château de Basel. En ik moet wel zeggen, het is een heel korte paragraaf, maar het meest concrete dat erin staat, gaat over deze brug. En wij lezen un pont en fer coulé qui se distingue par la hardiesse et en même temps par la délicatesse de sa construction. Dat wil dus zeggen, door de technische vernuft, technische gewaagdheid, maar ook door de esthetische schoonheid, laat zij zich onderscheiden, deze brug, van al haar soortgenoten. Het is trouwens dat baanrekenvakmanschap dat er in de toekomst opnieuw voor zal zorgen dat Vlaanderen opnieuw op de kaart als de leidinggevende of een van de leidinggevende regio's binnen Europa zal bekendstaan. En daar zal Toerisme Vlaanderen haar steentje toe bijdragen. En daar draagt ook het monument dat wij vandaag openen, een staaltje van baanrekenvakmanschap, zeker toe bij. Het is niet zomaar een brug die twee oevers met elkaar verbindt. Het is een technisch hoogstandje, ook in die tijd. Maar men heeft er ook de nodige schoonheid, de nodige welvingen, de nodige curves aangegeven. Die maken dat het niet alleen een utilitair instrument is, maar ook een mooi ding. Dank u. De twee families zijn. Ja. 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 Ja.